Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto is het niet goed te zien, maar we hebben vanochtend te maken met wolkenvelden, lage bewolking en nevel. In de loop van de ochtend zal de grijze start plaatsmaken voor af en toe zon, maar de rest van de dag houden we dus ook last van wolkenvelden. Blijf wel op de meeste plaatsen droog en het wordt daarbij ook nog wel vrij warm, 22 graden in de kustgebieden en 24 tot 26 graden verder landinwaarts. Er waait een noordelijke wind die vooral aan zee later op de dag matig wordt, kracht 3 of 4. Vanavond blijft het wisselend bewolkt en koelt het weer af naar een graad of 20. Dan morgen ziet het weerbeeld eigenlijk hetzelfde uit als vandaag. Namelijk veel bewolking, ook af en toe zon. blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt zo'n 22 tot 26 graden. Er waait een matige noordoostelijke wind. Op donderdag begint de dag met tamelijk veel zon en dan gaat de temperatuur snel omhoog. Uiteindelijk in de middag wordt het zo'n 24 tot plaatselijk 30 graden. In de namiddag en avond groeit de kans op een regen- of onweersbui. Ook vrijdag en zaterdag vallen een aantal buien mogelijk met onweer. De middagtemperatuur moet geleidelijk aan weer een aantal graden inleveren. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl